We gaan beginnen met 3 lossen als eerste stokje. Plus in de volgende 2 steken ieders 1 stokje. Dus nummer 1 en nummer 2 daarnaast. Is 3 stokjes op een rij. Nu 3 lossen. In de volgende 3 steken ieders 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3 daarnaast. 3 lossen. 1, 2 en nummer 3. In de ketting van 4 haak je 1 stokje. 3 lossen. 1, 2, 3. En over de volgende 3 steken we ieders 1 stokje. Nummer 1. En hier is nummer 2. En de derde in de rij. 3 lossen. Nu gaan we 3 steken samen haken, dus 3 stokjes samen haken. In de eerste steek het eerste onafgemaakte stokje. In de tweede steek het tweede onafgemaakte stokje. En in de derde het onafgemaakte stokje. Maakt 1, 2, 3, 4 lussen op de naald, omslaan en doorhalen. 3 lossen. 1, ik zit naast mijn draadje hier. 2 en nummer 3. In de eerstvolgende 3 steken we ieders 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3. 3 lossen. In de ketting van 4 lossen van de voorgaande toer haak je 1 stokje. 3 lossen. Over de volgende 3 steken we ieders 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2 en nummer 3. 3 lossen. Over de volgende 3 steken haak je weer ieders 1 stokje. Hier. Dit is nummer 1. Nummer 2 en nummer 3. 3 lossen. En we de eerste 2 steken weer 2 stokjes samen haken. Dus eerst een onafgemaakt stokje in de eerste steek. En in de tweede steek maak je ook een onafgemaakt stokje en die haal je door. De volgende 3 steken, ieders 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Over de volgende 2 steken weer 2 stokjes samen haken. Dus het eerste onafgemaakte stokje en hier het tweede onafgemaakte stokje. 3 lussen op de naald en doorhalen. 3 lossen. Goed. Dus even kijken. Je zal zien dat het werk nu al wat begint te krullen. Dat is oké. Moet straks toch gevormd worden. Dan gaan we van hier helemaal tot en met hier de herhaling samen haken. In de eerste 3 steken we ieders 1 stokje. Dus als die gaat krullen nu, naar boven gaat staan of de andere kant op gaat wijken, is niet erg. Straks als je de tas moet gaan vormen, zal je hem dubbel vouwen en dan zie je dat hij plat is. Zo, 3 stokjes, 3 lossen en in de volgende 3 steken we ieders 1 stokje. Dat is nummer 1, nummer 2. En nummer 3 lossen. In de ketting van 4 haak je 1 stokje. 3 lossen. Even de volgende 3 steken weer dus 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3 lossen. Nu gaan we 3 stokjes samen haken. Dus je maakt eerst 3 onafgemaakte stokjes en dan haal je in 1 keer door. Hier is de eerste onafgemaakte stok. Hier is de tweede onafgemaakte stok. En hier is de derde. Dan heb je 4 lussen op de naald en 1 keer doorhalen. 3 lossen. En voor de volgende 3 steken weer 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2. En nummer 3 lossen. In de ketting van 4 haak je weer 1 stokje. 3 lossen.
Over de volgende drie steken we één stokje. 1, nummer 2 en nummer 3 daarnaast. Zo, 3 lossen. Over de volgende drie steken we ieders één stokje. Ik zit naast mijn draad, sorry. Hier dus. Dus nummer 1, nummer 2 daarnaast en nummer 3 daarnaast. Nu 3 lossen. Eerst 2 steken, 2 stokjes samen haken. Dus 2 keer een onafgemaakt stokje. Dan heb je 3 lussen op de naald en doorhalen. In de volgende 3 steken ieders 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2. En nummer 3. En over de volgende 2 steken haak je 2 stokjes samen. Dus weer 2 onafgemaakte stokjes. En 3 lussen op de naald en doorhalen. 3 lossen. Goed, dus de herhaling. Ga je van, even zien, van hier helemaal tot en met de laatste 3 lossen haken. Dit herhaal je rondom. En dan gaan we samen de toer sluiten. En de nieuwe toer starten. Ik ben rondgehaakt en we gaan samen de toer sluiten met een halve vast in de derde lus. 1, 2, 3, hier. Onder 2 lussen door en halve vast te haken. De volgende toer starten. Starten weer zoals gewoonlijk met 3 lossen, als zijn het eerste stokje. 1, 2, 3. In de volgende 2 steken haak je ieders 1 stokje. Dus nummer 1. En nummer 2. Dus 3 stuks op een rij. 3 lossen. In de eerstvolgende 3 steken haak je ieders 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. Nu 3 lossen. 1, 2, 3. In de stok die hier alleen is nu, haak je 3 stokjes bovenop. Dus allemaal in 1 steek, 3 stokjes. Dus nummer 1, dus nummer 2 en nummer 3. 3 lossen. In de volgende 3 steek haak je ieders 1 stokje. Nummer 1, nummer 2. En nummer 3. Nu 5 lossen. 2, 3, 4, 5. Ga je door naar de volgende 3 steken. Dus de groep van 3 samen haakt stokjes die sla je nu over. En in die 3 steken daarna haak je ieders 1 stokje. Zo, hier is nummer 3. Nu 3 lossen. In de stok die hier alleen is, weer 3 stokjes haken. Dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Hier, ik steek net ernaast, sorry. Zo, 3 lossen. In het volgende groepje van 3 steken haak je weer ieders 1 stokje. Nummer 2. En nummer 3. 3 lossen. In de volgende 3 steken we ieders 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. 3 lossen. In de eerstvolgende 2 steken haak je weer 2 stokjes samen. Dus 2 onafgemaakte stokjes en heb je 3 lussen op de naald en haal je door. Dus dit is de eerste en het tweede onafgemaakte stokje. 1, 2, 3 lussen en doorhalen. In de volgende steek haak je 1 stokje. En in de laatste 2 steken haak je weer 2 stokjes samen. Dus in het onafgemaakte stokje en het tweede. En hier het tweede onafgemaakte stokje. 3 lussen op de naald omslaan en doorhalen. B.
plus 3 losse. Goed. We gaan nu samen weer de herhaling doen. Van hier helemaal tot en met daar. Laten we starten. We starten weer met in de eerste 3 steken 1 stokje te haken. Dus nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. Nu 3 lossen. In de volgende 3 weer ieders 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. 3 lossen. In de enkele stok hier haak je 3 stokjes. Dus nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. 3 lossen. In de volgende 3 steken we ieders 1 stokje. Dus nummer 1. 2. En nummer 3. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Sluit groepje van 3 samen, ga ik de stokjes over. En in de volgende 3 steken haak je ieders 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. Nu weer 3 lossen. 1, 2, 3. Even mijn draadje pakken. In die enkele stok hier haak je weer 3 stokjes. Dus nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. 3 lossen. In de volgende 3 steken we ieders 1 stokje. 1. 2. En nummer 3. Dan weer 3 lossen. 1, 2, 3. In de volgende 3 steken we ieders 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. Dan weer 3 lossen. 1, 2, 3. Eerste 2 stokjes maak je 2 stokjes samen haken. Dus de eerste onafgemaakte stok en hier het tweede onafgemaakte stokje. 1, 2, 3 lussen op de naald en doorhalen. In de eerstvolgende steek 1 stokje. En de volgende 2 steken haak je weer 2 stokjes samen. Dus eerste onafgemaakte stok en hier is het tweede onafgemaakte stok. 1, 2, 3 lussen op de naald en doorhalen. Plus 3 lossen. Goed. Nu, even kijken, van hier tot en met de laatste ketting van 3 lossen is herhaling. Dit herhaal je tot je rond bent en hier gaan we samen de toer sluiten. Ik ben rondgehaakt en we gaan samen de toer sluiten met een halve vaste in de derde lus. 1, 2, 3, met een halve vaste natuurlijk. Zo. Zo ziet het tot dusver uit. Nu gaan we weer het begin van de toer starten en een stukje herhaling doen. En daarna gaan we het nogmaals starten samen. Starten weer met 3 lossen, zoals het eerste stokje. Plus in de volgende 2 steken weer ieders 1 stokje. Dus nummer 1 en in de volgende nummer 2. Dus eigenlijk nummer 3, omdat je die ketting van 3 ook meetelt als stokje. 3 lossen. In de volgende 3 steken we ieders 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2 ernaast in de volgende steek dus. En nummer 3 in de volgende steek. 3 lossen. In de eerste maak je 2 stokjes. Dus nummer 1. En nummer 2. In de steek erna 1 stokje. En de steek erna 2 stokjes. Mijn draad is op, dus mijn bol is op.
Ik ga met nieuwe draad aanhechten. Ik heb dus mijn nieuwe draad en mijn oude draad. We pakken het oude draad wat aan je werk zit. Leg je er bovenop. Dus eigenlijk omheen vouwen als het ware. Ik zal het nog een keer laten zien. Nieuwe draad, oude draad. Leg je er overheen. En dan vouw je het nieuwe draad om naar je vingers toe. En ga je met die daar omheen een knoopje maken. Dus gewoon over je draad heen leggen. Eromheen en er doorheen steken. En dan ben je nog niet helemaal klaar. Dan pakken we deze. Knoopje opschuiven. En dan ga je om dit draad heen. Dus om je werkdraad heen. Met je nieuwe draad. Dus je gaat van overheen. De onderdoor. En dan nog een keer hier omheen. Anders heb je geen knoopje. Zo. Leg hem van voor naar achter door het gaatje heen. Hier doorheen. Dus die pak je hier vast en duw je het draadje achterlangs terug door het gat heen naar voren. En dan trek je hem aan. Ik heb alle draadjes. En dan heb je een knoopje om jouw oude draad heen. Met je nieuwe draad. Goed aantrekken. Nu pak je het draad aan je werk en je nieuwe draad. En dat trek je aan. Dan gaan die twee knoopjes naar elkaar toe schuiven. Kijk. 1, 2, hoppatee. Goed aantrekken. En het gaat nergens meer heen. Dit noemen ze ook wel eens een magische knoop. Zit die hier vast. En laat ik je gelijk zien hoe je die draadjes al hakend weg kan werken. Ik leg ze nu met mijn nieuwe draad mee in de verlenging. Nu ga ik in de volgende steek met twee stokjes haken. 1. En nu komen we precies bij het knoopje uit. Dan pak ik twee losse draadjes. Die hou ik even naar beneden. En dan pak ik mijn werkdraad. En dan haal ik mijn steek door. Die laat je gewoon zo hangen. Dan haak je nog je stokje erbij. En dan 3 losse. Ja, ik ben vergeten mijn stokje te haken. Ik zie het nu ineens. Resterend draad leg je naar achter. En dan ga je door naar de volgende 3 steken. En daar maak je ieders 1 stokje in. Dus vergeet niet, dames en heren, om dat ene stokje erbij te haken, die ik nu dus vergeten ben. Ik spreek dit later in, dus vandaar dat ik hem niet nog een keer kan filmen. Nu zijn we hier aangekomen bij de ketting van 5 en dan haken we nu een ketting van 3 lossen. 1, 2, 3. In de volgende 3 steken ieders 1 stokje. Als je het nou niet zeker bent met dat ene stokje, kijk dan zo even mee. Nummer 2, want dat stukje gaan we nog een paar keer zien. En hier is nummer 3. Dan 3 lossen. En dan komen we op het punt uit daar waar ik aan het einde van de rit de tweede stok vergeten ben. In de eerste stok. Dus 2 stokjes. Dus nummer 1. En hier is nummer 2. In de volgende 1 stokje. En hier is de plek waar ik net 1 stokje gehaakt heb. En daar moet je dus echt 2 stokjes haken. Dus vergeet dat alsjeblieft niet. Dus nummer 2. 3 lossen. En dan gaan we door. In de volgende 3 steken. Hier is 1 stokje. Dus nummer 1. Dus nummer 2. En nummer 3. 3 lossen. In de volgende 3 steken. Hier is 1 stokje. Hier is nummer 1. Sorry, ik was iets buiten beeld. 1, nummer 2. En hier is nummer 3. Even kijken. Nu 3 lossen. Oh, ik zit niet goed. Zo. 3 lossen. 1, 2, 3. En nu ga je over de laatste 3 steken, haak je dus 3 stokjes samen. Dus je eindigt dus met een puntje. Hier is het eerste onafgemaakte stokje. In de tweede het onafgemaakte stokje. En in de derde een afgemaakt stokje. Maakt 1, 2, 3, 4 lussen op de naald. En doorhalen. Plus 3 lossen. Gaan we nu starten van de herhaling van hier tot en met hier. Dit ga je dus herhalen rondom. In de eerste 3 steken haak je dus ieders 1 stokje. 1, 2,
En nu komen we ook zo gelijk op het punt uit daar waar ik net mis ben gegaan met mijn enkele stok, wat er twee hadden moeten zijn. Dus nummer 2 en nummer 3. 3 lossen. In de eerstvolgende 3 steken ieders 1 stokje. Dus nummer 1, dus nummer 2 en nummer 3. 3 lossen. In de eerste steek haak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. In de volgende haak je 1 stokje. En nu zijn we op het punt aangekomen en daar haken we 2 stokjes. 1 en nummer 2. 3 lossen. In de volgende 3 steken haak je ieders 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2. Daar. En nummer 3. Nu 3 lossen. In de volgende 3 steken haak je weer ieders 1 stokje. Dus die ketting van 5 lossen van de voorgaande toer sla je over. Dus nummer 2. En nummer 3. 3 lossen. In de eerstvolgende steek haak je 2 stokjes. Dus nummer 1 en nummer 2 in dezelfde steek. In de steek daarna 1 stokje. En in de steek daarna 2 stokjes. 1 en nummer 2. 3 lossen. En dan gaan we door. In de volgende 3 steken weer ieders 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. 3 lossen. In de volgende 3 steken weer ieders 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. 3 lossen. Over de volgende 3 steken gaan we 3 stokjes samen haken. Dus in de eerste een onafgemaakt stokje, in de tweede een onafgemaakt stokje en in de derde een onafgemaakt stokje. Heb je 1, 2, 3, 4 lussen op de naald en doorhalen. Plus 3 lossen. Nou, even uitleggen. Ga je van hier tot en met de laatste 3 lossen de herhaling doen. Dus dan blijf je rondhaken en dan gaan we samen de toer weer sluiten. Ja, ik heb mijn stokje erbij geplaatst opnieuw en we gaan de toer sluiten. En we gaan verder daarna in deel 3.2. Sluiten de toer, mijn halve vast in de derde lus. En graag tot de volgende keer.